Leerlingen die nu nog aangewezen waren op online lessen alleen. Minstens één dag in de week kunnen leerlingen weer fysiek onderwijs volgen. En het was premier Rutte die bij zijn laatste persconferentie het als volgt verwoordde. School is voor jongeren om meerdere redenen heel belangrijk. Voor hun toekomst, onderwijskundig, sociaal en emotioneel. Ik ben dus blij te kunnen zeggen dat per 1 maart... de scholen voor het voortgezet onderwijs weer open kunnen, zij het wel onder voorwaarden, net zoals eerder bij het basisonderwijs. Schooldirecteur Ank Brent van het Karamelcollege in Gouda, die heeft dat wellicht ook gehoord op die persconferentie toen u luisterde. Goedendag, mevrouw Brent. Ja, hallo, goedemiddag. Was u opgelucht of dacht u, oh nee, wat nu? Nee, we waren heel blij dat dat weer kan. Want je leert toch het meeste door interactie in de klas. En dat merk je ook wel als je leerlingen daarna vraagt, via een enquête bijvoorbeeld. Dan vinden ze dat het allemaal wel redelijk gaat via Teams en in breakout rooms. En er zijn veel werkvormen. Maar als je zegt, wat missen jullie als leerlingen nu het meest? Dan komt toch echt naar boven gewoon elkaar weer zien en gewoon op school les hebben. Dat is wat ze het belangrijkste vinden. En hoe is dat bij de docenten? Dachten zij van, oh, nou, nu moeten we toch weer een beetje normaal en is het daar de tijd wel rijp voor? Is dat, dat is bij sommigen het geluid geweest. Was dat bij uw school ook? Nou, er zijn altijd docenten en dat is ook heel logisch, want het is natuurlijk best wel moeilijk, hè? Want die anderhalve meter is gewoon heel belangrijk en daar sturen we ook op aan. Maar voor een aantal collega's is dat best wel, wel een ding. Maar iedereen heeft in elk geval aangegeven gewoon les te komen geven. Dus dat is heel prettig. Nou, was uw school misschien niet helemaal geschikt om iedereen op anderhalve meter afstand te houden? En dus ging u zoeken naar een oplossing. Wat is dat geworden? Nou, wij zagen in het plaatselijke nieuwsbericht in de krant dat een kerk vakant kwam. Wel een kerk uit de jaren 80. Dus geen kerk met ouderwetse kerkbanken, maar gewoon stoelen. En we hebben contact gezocht met de gemeente en het kerkbestuur. En die samenwerking heeft uitgemond in het feit dat we per 1 maart de sleutel krijgen van de kerk, die inmiddels leeg is. En die zullen we dan inrichten als onderwijsruimte. Dat is wel heel bijzonder, een kerk. Maar dan dus, omdat die uit de jaren 80 komt, zonder de galmende akoestiek? Ja, nee, de akoestiek is enigszins galmend, maar te overzien. Ja, nou, wat een bijzonder idee. Waren ze verbaasd dat de school een kerk eigenlijk wilde hebben om les te kunnen geven? Nou, ze waren eigenlijk aangenaam verrast. Want zo'n leeg gebouw, dat nodigt uit tot allerlei zaken. En dat heb je zomaar niet verkocht of wat dan ook. Dus wij zijn heel blij dat we in ieder geval de komende 5 maanden daar gebruik van kunnen maken voor het onderwijs. En ook eventueel straks als ruimte om centraal eindexamens af te nemen. Dat is inderdaad wel heel handig. Maar even nu, even voor mijn perceptie. HAVO 4 krijgt biologie. En gaan ze dan nu allemaal een soort massacollege krijgen in die kerk? Nou, dat zou een optie kunnen zijn. Maar we hebben ook veel vakken die werken met projectonderwijs, brede maatschappelijke oriëntatie, technasium. En die kunnen juist daar heel goed in worden gegeven. Dus daar past die ruimte naadloos bij. Dus dan staat zeg maar de een achter een bank te sleutelen en de ander krijgt gewoon les, allemaal in één en dezelfde ruimte? Nou, bij technasium wordt er niet gesleuteld, want er gaat over onderzoeken en ontwerpen. Dus het gaat puur om het denkproces. Echt veel gesleuteld wordt daar niet. Alleen een prototype gemaakt, van papier en dat soort zaken. Maar ik denk dat we het vooral zullen gaan gebruiken voor projectonderwijs bij brede maatschappelijke oriëntatie, colleges voor leerlingen in de bovenbouw en eventueel voor onze brugklassers om het cultuur- en talentprogramma daar te doen. Want dat wordt altijd in grotere groepen gegeven. Dus dat past daar heel prima bij. Is er door het gebrek aan fysiek onderwijs, denkt u, veel achterstand ontstaan bij de leerlingen die dan nu misschien naar de kerk, maar ook naar school kunnen? Ik denk dat het heel wisselend is aan kinderen die prima zelfstandig kunnen werken. Maar er zijn ook heel veel kinderen die echt behoefte hebben aan meer begeleiding en die sfeer ook op school om tot leren te komen. En ik denk zeker dat daar achterstanden zijn ontstaan.
Maar goed, daar gaan we aan werken met onze docenten om te zorgen dat onze leerlingen dat toch in een redelijk snel tempo weer kunnen inhalen. Maar dat is spannend. Zeker. Nu mogen ze maar 1 dag in de week naar school. Denkt u dat dat genoeg oplevert aan winst?